Ze is al een maand zwanger. Omdat ik zo lang ben weg geweest, ga ik eerst iets super tofs doen. Volg mijn Insta voor een giveaway. Mijn Insta staat daar. Oh nee, toch hier. Oké, wat we gaan doen is een prank call op mijn zus. Wat ik tegen haar ga zeggen is... Mijn vriendin is zwanger en ik weet niet hoe het kan. Ik weet niet hoe het kan. Dus ja, dat gaan we doen. Oh yeah. Gaan we nu bellen trouwens. Hi. Hallo. Hi. Ja, ik moet je wel vertellen. Nou. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Want het is best wel heftig. Nou. En ik denk niet dat je het chill gaat vinden. Nou. Maar mama weet het ook niet. Papa weet het ook niet. Nee. En de rest weet het allemaal ook niet. Wat? Maar ja, ik en Romy. Ja. Je weet welke appje wat ik stuurde, toch? Ja. Nou, ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar... Ja. Ze is al een maand zwanger. Ja. Ja. En dat is niet super erg of zo, maar... Nee. Ze wil het niet weghalen. Ze zegt, nee, dat snap ik. Ze zegt... Dat is heel goed dat je dat niet wil. Nee, maar ja, het kan gebeuren. Ik weet niet wat je moet doen. Ik weet niet wat je kan doen, zeg maar. Ik kan het persoonlijk uithalen. Nee, dat... Ja, dat klopt. Moet ik naar het ziekenhuis gaan of zo en dan zeggen? Gewoon dat ik het niet wil. Nee, want dan kun je uiteindelijk iets doen. Dat is Romy's bepaling, of wel of niet. Kan jij haar niet ompraten? En waarom vind jij het goed dat zij het niet laat weghalen? Wil jij ook zo tante worden? Nee, maar ik kan me voorstellen dat als zeg maar het moment dat het er al is, dat maar het is nog maar een celletje. Het is nog maar een balletje. Het is nog niks. Ja, maar ja, what the fuck? Je doet dan wel iets wat beleefd al, zeg maar. Yo, echt niet. Echt wel. Het ademt nog niet eens. Ik zou het zelf laten weghalen, maar dat weet ik. En ik weet genoeg andere maar mensen die dat kan doen. Kan je haar dan niet ompraten of zou ik gewoon haar heel veel alcohol geven? Nee, want dat is haar eigen beslissing. Ja, maar het is haar lichaam en jij kan daar geen besluit over. Ja, maar ik heb geen geld en dingen, dus hoe de fuck moet ik een kind dingen zo? Dan boek ik gewoon een vlucht naar Suriname. Dan moeten jullie niet zeggen dat ik er ben. Maar ben je niet boos op me? Ik ben een beetje in shock dat ik jij moet bespreken met de ouders. Moet ik haar ouders spreken? Ouders? Nee, dan ga ik. Ja, nee. Nee, in ieder geval met mama. Maar als er iemand is die weet hoe je met dit soort dingen om moet gaan, dan is het mama. Oh, en oma, want ja, oma die heeft het zelf ook gehad. Wil je nog wat zeggen tegen YouTube? Ja, dat zijn niet dingen om nu over na te denken. Maar het is gewoon voor een video. Wat? Is het video? Ik wist het al, je taalgebruik. Huh? Taalgebruik. Yo, love you. Hey, hou ook van jou, Esther. Ik heb wel wat beters te doen dan dit. Vergeet niet mee te doen met de giveaway. Mijn Insta staat hier. Dus vergeet me niet te volgen. En dan misschien win je iets heel leuks. Maar dan moet je kijken op mijn Insta, mijn story. Dus zet mijn story dingen aan. Notificaties. Als je dat niet doet, ja. Dan ga ik je hoeken.